Zaterdagavond speelt NEC opnieuw een thuiswedstrijd. Tegenstander is FC Groningen met oud-NEC-trainer Ernest Faber aan het roer. Vorige week was een wedstrijd met twee gezichten. De trainer vertelt het als volgt. Ja, in de eerste helft moeten we natuurlijk ook analyseren, hè, wat we daar fout gedaan hebben. Ik vond de eerste 10 minuten hebben we goed begonnen, maar ja, dan de afstanden waren een beetje groot. En goed, in de tweede helft hebben we gecorrigeerd. Het was ook een harde rustbespreking, dan hebben we gecorrigeerd. En de jongens hebben echt goed gedaan, hè? Alle. Hè? Dat iedereen natuurlijk over Ferdi praat, dat begrijp ik. Maar alle spelers die dan gespeeld hebben in de tweede helft, hebben het echt omgedraaid. Ja, een beetje meer geluk, een beetje meer kwaliteit kunnen we ook winnen. Is dat dan Duits karakter wat in de ploeg geslopen is? Nee, dat is NEC 2016-17 seizoenkarakter. Also wat je toch bij deze team zeggen moet, met even kritiek over internationale spelers, ja, de teamspirit hebben we. No? Na deze rustbespreking kan je ook helemaal uit elkaar vallen. Maar eigenlijk heb ik toch ook nooit dat gevoel. Als Utrecht de tweede of de derde goal schiet, dan weet je ook niet. Maar ze hebben het niet gedaan. En ze zijn echt een goede karakterteam. Het is echt, als het rommelig wordt op het veld, je kan je toch op deze team verlaten. Het ziet niet altijd mooi uit, maar ze gaan echt door. Tot de allerlaatste minuut. Dat heeft wel met fitness te doen, maar ook echt met mentale kracht. En ik kijk ja ook wie het team samenwerkt buiten van het veld. En ja, dat zijn echt in heel korte tijd ook vrienden geworden. En dat vind ik eigenlijk leuk. Ferdi Kadıoğlu was de gevierde man vorige week. Toch wil de trainer hem rustig brengen. Is dat dan beter starten in de basis of invallen in de tweede helft? Ja, dat is de keuze. Maar ik geloof ook in Ferdi in 90 minuten. Geloof ik ook daaraan. Maar je moet een beetje de geschiedenis van Ferdi zien. Die was voor 4 weken kwam die van de KNVB terug. Daar was hij geblesseerd. Dan heeft hij een opstarttraining een beetje opgebouwd hebben we dan. En we moeten ja heel veel strategieën doorgaan. Wie doen we tegen de bal? Wie doen we het aan de bal? En hij is natuurlijk beter aan de bal als tegen de bal. En als je bij NEC trainer bent, dan moet je toch de eerste linie eerst maar defensief denken. Zo, ne? Dat is voor mij een beetje jammer, omdat ik een offensieve trainer ben. Maar dat heb ik nu ook hier begrepen. En we geloven in Ferdi. Zo, dat kan ook gebeuren dat hij morgen in de basis staat. Dan, of we doen wat anders, omdat ook twee met Ryan Dieresam zijn ook twee oude nieuwe spelers teruggekomen. De twee geblesseerde spelers Mohamed Rai en Michael Dieresam zijn allebei weer hersteld. Is dat een soort van wonderbaarlijke genezing? Ja, ik denk als je geblesseerd 2 tot 4 weken zegt en iemand komt toch na 10 dagen terug, dat is ook goed voor de medicinische staf. En ik denk dat mannen die nu in een afdeling medicijn werken altijd een beetje voorzichtig zijn. En wij als trainers willen altijd terug. En daarom is het goed dat Mo en Michael terug zijn. Tegenstander is FC Groningen. Wat is dat voor elftal? Ja, ze hebben de laatste 3 wedstrijden 4-4-2 in 2 linies gespeeld. Defensief staan ze goed. Ze wachten op een counter. Maar heel veel snelheid voorne erin. 4-4-2 spelen ook niet zoveel teams. Daar hebben we ons voorbereid. Als ze dat doen, en als ze 4-3-3 spelen, ja, goed, dat kennen we nu in de Eredivisie. Ik weet niet de plan van de collega, maar wij hebben ons plan. En met de tweede helft van Utrecht natuurlijk veel zelfvertrouwen gekregen. En na de wedstrijd zaterdagavond volgt dan weer zo'n wedstrijdloze periode. En daar is trainer Peter Hyballa nooit zo blij mee. Ja, daar krijgt iedereen weer vrij. Ne? Dat is, we hebben een 1-oefenwedstrijd een woensdag tegen een Duitse team. En, daar kun je individueel trainen. Dan doen we ook een teamactiviteit met het team. We proberen daar heel creatief eens na te denken. En dan kan iedereen maar zijn mama en papa ook maar zien. Dan, van de spelers in de toch jonge jongens. Zaterdagavond 8:15 in het Goffertstadion. NEC tegen FC Groningen. Raakt ook geblesseerd trouwens. Is misschien geraakt door Ivens. George, dan maar zelf gaan. George, frommelt hem langs en op de doellijn wordt hij volgens mij nog binnengetikt door John Goossens.